Hier is het. Ga ik even wat checks uitdoen. Het eerste wat ik al... Goed kijken, hè, Quinn. ...is voordat hij in beweging komt, is trainen. Even kijken of er geen water in de benzine zit. Want daar vliegt hij niet zo goed op. Kijk, hier zie je dat het hol is. De oppervlakte staat zo. Als het nou water zou zijn, zou de oppervlakte zo staan. Zou het bol zijn. Dus dit is benzine. Hier zit een tank in. En aan de andere kant zit ook een tank. Dus ik loop ook even naar de andere tank. Dat komt. Ik tap af helemaal aan de onderkant. En water is zwaarder dan benzine. Dus dat komt onderin de tank te zitten. Kijk, dan tap ik hier wat af. Nou, ik zie nog steeds geen water. Dus, nou ja, dat is in elk geval in orde. Normaal gesproken gebeurt dat niet hoor, dat er water in de tanks terecht komt. Maar je moet het gewoon checken. Het motortje loopt niet zo lekker op water. Kijk, deze kun je even weg. Zo. Volgende stap. Die heb je misschien al wel gezien. Ik ga even kijken hoeveel benzine erin zit. Oké, hier zit bijna 40 liter in. Andere kant. Hier zit 20 in. Oké. Dan hebben we genoeg voor ons eerste vluchtje. En zit je ook met evenwicht dan of zo? Als je bijvoorbeeld in de eerste 40 of 50 liter hebt en in de andere 20, dat het een verschil uitmaakt? Dat je, ja, het verschil is niet zo groot. Er zit nu 20 liter tussen, dat is 15 kilo. Oh, oké, dat scheelt eigenlijk niks. Nee. Ja, hij komt. Ja, maar dit is ook een vet mooi apparaat, hè? Vet, hè, Quinn? Ja. Ik heb hier met name heel veel ingevlogen in coronatijd. Want er ging in Lelystad alles dicht en deze bleef open, deze verhuurder. Ja, je mocht alleen solo vliegen, zo wat. Ja, dit is de flaps. Moet ik even kijken. Dit is de rolroep. Kijk eens naar de stuurtjes. Wil je even kijken bij het stuurtje? Kijk. Ja. Kijk wat er gebeurt als meneer met de... Kijk, daar gaan de stuurtjes heen en weer. Je hebt twee stuurtjes, zie je dat, Quinn? Ik kijk nu nog eens naar de stuurtjes. Moet je nu ook naar de stuurtjes kijken? Gaan we dichterbij staan. Hé, kijk eens wat er gebeurt. Dat is gek, zie je dat? De stuurtjes gaan heen en weer. De stuurtjes gaan gewoon heen en weer. Wil je kijken? Hoe kan dat? Dat is gek, hè? Hier moet minimaal 6 liter olie in zitten. Ik zal zo eens even vragen op olie, want eigenlijk wil daar toch een klein beetje bij. Wat zit er voor olie in de askracht? Ja, gewoon motorolie, eigenlijk voor de benzine motor. Twee takt, vier takt, wat is het? Het is een vier takt. Vier takt. Het is een boxermotor zit erin. Oké. Okay. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.